Wat moeten we gaan stemmen? Kijken, zullen we maar eens. Ja, het nut. Heeft u überhaupt nut om te stemmen? Ja, dat heeft enorm veel nut, ja. Moet u mij nog een keer vragen, dan wil ik wel over uitleggen wat het nut van de politiek is, ja. Zeker. Ja, nee, stemmen is heel nuttig. Ik vind dat het altijd verstandig is om te gaan. Ja, dat is de zogenaamde categorische imperatief, hè. Wat zou er, dat heet de categorische imperatief. U moet zich voorstellen wat er zou gebeuren als niemand ging stemmen. Dan hebben we dictatuur. Want dan zou er nog maar één mens gaan stemmen, namelijk ik. Dus dan had ik het voor te vertellen. Nou, dat zou misschien ook niet zo heel wezenlijk zijn. Niet goed, dat is niet goed voor mij. Zeker gaan we stemmen. Ja? Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Waarom gaan we stemmen? Omdat het hoort eigenlijk, stemmen hoort eigenlijk bij de Nederlandse democratie. Jazeker. Stemmen is ontzettend belangrijk, want daarmee laat je je democratische stem horen over wat voor samenleving wil je nou hebben. En als het aan mij ligt, stemmen mensen natuurlijk GroenLinks. Want voor de komende tijd, GroenLinks. Ik ben ontzettend actief voor de SP om ervoor te zorgen dat wij in Amersfoort een grote, grote slag gaan slaan. Jawel, dat gaat ook lukken. We staan, de campagne is begonnen. We gaan alle wijken langs, we staan overal op de pleinen. Met erwtensoep en met mooie verhalen. Oh sorry, ik zeg erwtensoep. Tomatensoep natuurlijk. Ja, het is broodnodig in de stad, hè? Want je ziet alle verslechteringen in de stad ontstaan. We komen echt met ontzettende begrotingstekorten volgens de wethouder Kruid. En ik denk dat alleen maar communisten en progressieve mensen daar antwoord op hebben. En als we die antwoorden niet hebben, krijgen we verpaupering in de stad en tegenstellingen. En die willen we voorkomen. Ja, zo is het. Kijk uit hoor, want je bent in beeld. Ja, nee, je moet die oude communist moet je filmen. Nieuwe communist. Nee, die oude communist. Oh, nieuwe communist. Ja, dat is de oude communist. Hey. Ik ben helemaal geen communist. Word even teruggebeld. En vervolgens kijken. Je hebt een scoop hoor nu. Ja. Morgenochtend. Ik weet niet of het juridisch kan. Goedemorgen Nederland. Het kan zijn dat de kieswet wordt... Wim van den Berg, lijsttrekker D66. Ja, dat is zo. Morgen, goedemorgen Nederland. Vooral kijken. Oh, je moet even langs de lens kijken. Er valt een hele hoop te kiezen. Daar heb ik zeker wat te kiezen. Nou, dat zal vooral moeten komen, want anders is hun stem helemaal niks waard. Omdat ze dan mee mogen praten. Niet stemmen, niet zeuren. Niet stemmen, niet zeuren. Wij gaan het gewoon doen, de BPA. Stemmen, gewoon doen. Dat bedoel ik maar. Hè? En dus hoe het ook gaat, we gaan met z'n allen stem. Laat van je horen. 3 maart.